Luc. Ja, iedereen voelt zich wel eens gestrest, hè? Toch? Een beetje gestrest en zo, dat heb je wel eens. En sommige mensen gaan dan sporten of gamen of zo, maar het kan ook anders. De Rage Room wordt namelijk steeds populair. Dat is een kamer waarin je lekker zonder zorgen dingen kapot kunt rachen. Kijk, dit is een Rage Room. In Amerika is dit echt een enorm succes. Gefrustreerde Ameranen die kunnen daarvoor $25 vijf minuten lang alles in een speciale ruimte akkoord rammen. En dan denk je misschien, dit is echt typisch iets voor Amerikanen. Maar dat is dus niet zo, want ook hier in Nederland komt zo'n sloopkamer. Morgen gaat die open in Rotterdam. En ja, dan is het in een soort container. Dan kan je een beschermend pak aantrekken, helmpje op, knuppel mee. En dan lekker borden, koelkasten en dressoirs kapot maken. En Rage, zou je daar naartoe gaan? Ik? Ja. Ja? Why? Nou ja, omdat het lekker Waarom? Is. Gewoon even lekker slaan. Nee? Nee. Ik wel hoor, het lijkt me wel wat. Ga ik zwemmen of zo? Zwemmen. Goed. Oké, als je wel eens last hebt gehad van kakkerlakken, dan weet je dat ze maar lastig te pakken zijn. Hè? En een van de manieren is een kleverige ondergrond waar de kakkerlakken dan op vastlopen. Nou, in Japan denken ze de kleverigste ondergrond te hebben bedacht. En om dat te bewijzen, hebben ze mensen gevraagd om over die ondergrond te lopen. En dit is het resultaat. Ja, ik vraag me ook een beetje af hoe ze de vrijwilligers gevonden hebben uiteindelijk. Maar het is nogal een plakkerig ondergrondje als je het zo ziet. Lijkt me niet goed voor je huidflora. Nee, dat is niet heel goed. Nee. Ja, maar goed, als je bang bent voor slangen, check dan nu heel even snel je Snapchat of je WhatsApp. Want dit wordt echt ranzig. En Chapoonchau, dat ligt in Thailand, zat een man lekker op het toilet. Hij was bijna klaar en toen gebeurde er iets opmerkelijks. Hij werd namelijk in zijn darmflora gebeten door een meterslange slang. Kijk mee naar de beelden. Nee. In ieder geval, nou ja, zijn de beelden na afloop. Het was een beest van 4 meter lang. Die had zich door de rioolbuizen gewurmd, kwam naar boven. En toen de man op de pot ging zitten, beet hij dus in zijn penis uiteindelijk. Nee! Ja! Oh, had ik dat nog niet bij gezegd? Ja, in zijn penis. Na een gevecht wist de man de slang aan de keukendeur vast te binden met een touw. En vervolgens wist hij te ontsnappen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Ligt daar nu met verwondingen in. Maar hij maakt het naar omstandigheden goed. En de slang is uiteindelijk in een zak weer naar de wildernis gebracht. En ja, die is weer vrijgelaten. Dus ja, het is een bizar verhaal. Pas op dus op het toilet. Voor uitzending. Je moet altijd achterom kijken. Jij redt het einde niet meer. Jij redt het einde niet meer, denk ik. Je moet vooraf en na afloop even achterom kijken. Huh? Goed, heel even naar het dilemma van gisteren. Toen stelde ik een vraag. Hè. Wat heb je liever? Nooit meer een smartphone of nooit meer een auto? Ik had eigenlijk de uitslag voor moeten zetten. Dat is dom van mij. Ga ik straks doen. Ik ga eerst even filmpjes doen. Zo meteen krijg ik de uitslag. Oké, kom zo meteen. Het is namelijk woensdag. En dan praat ik altijd met mijn kleine grote vrienden van de woensdagmiddagclub. En vandaag heb ik eens gevraagd wat eigenlijk het ergste is dat ze hun moeder ooit hebben horen zeggen. En wat blijkt, 1 woord is echt favoriet bij de mama's. Maakt niet uit tegen iemand. 2, denk ik. Nou, ze heeft wel eens een keertje tegen oma gezegd, trut. Kut en ik ga het niet zeggen, maar ik doe het wel. Mijn moeder zei een keer kut. Kut? Ja, zeg maar. Flikker op en kut. Ja, omdat Rick heel vaak iets fout doet. En dat was echt zijn allerlaatste kans. En toen zei ze, die kutknuffel kan me helemaal niet schelen. En toen zei ze, het gaat over jou, Rick. Het gaat over jou. Ja. Traumatiseerd voor het leven. Dat is schattig. Oké, ik heb een foutje opgelost. Ik heb mijn Twitterpagina erbij gepakt. Ik heb namelijk een dilemma voorgelegd. En die dilemma was, wat heb je liever? Nooit meer met de auto of nooit meer met de smartphone? Gisteren gevraagd, vandaag is de uitslag. Dus zo'n 2100 stemmen. 46% zegt nooit meer met de auto. En 54% zegt nooit meer met de smartphone. Dus een beetje 50-50. Frits, wat denk jij? Nooit meer smartphone, nooit meer auto? Je hebt ze allebei nodig, hè? Ja, zonder auto kan ik wel werken, maar zonder smartphone niet. Dus toch maar geen auto meer? Dan geen auto, nee. Oké, kom jij erbij. Goed. Vader van vandaag. Als vader heb je natuurlijk een rotsvast vertrouwen in het kunnen van je kinderen. En als je zoontje van anderhalf zegt dat hij echt supergoed kan golfen, nou, dan geloof je dat gewoon. Oh mijn god. Volgende hamster is door zijn baasje in een rat gezet om wat af te vallen. Maar daar heeft hij dus helemaal geen zin in afvallen.
Toink, ja, daar gaat het. Ik moet zeggen, ik geef hem groot gelijk, want zijn baasje is zelf ook echt liever lui dan moe. Ga staan. Iets anders, tot slot. Kan jij Patricia nog herinneren? Patricia was die zat in een fanfarenband. En die had een coach. En die was niet echt gecharmeerd van Patricia. 3, 4, 5, 6, 7. Patricia! Ja, arme Patricia. Inmiddels traint ze voor haarzelf, hè, in de natuur. En maakt ze gebruik van alles wat ze tegenkomt. En wat denk je? Dat doet de oude coaches ook. Patricia! Dankjewel, Luc Ikink.